Suriname Airways voert vanaf 1 mei weer zelf haar activiteiten uit in Nederland. Hiermee is het General Sales Agent contract tussen APG Benelux en Suriname Airways beëindigd. In een verklaring van de vliegmaatschappij heeft SLM gedeeld hoe haar klanten in contact kunnen treden met het nieuwe kantoor van SLM in Amsterdam. De country representative van UNICEF voor Guyana en Suriname, Nicolas Spron, heeft tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het belang van samenwerking en de voortzetting daarvan tussen Suriname en de VN-organisatie besproken. Daarnaast is ook gekeken naar andere mogelijkheden om het onderwijsproces, de educatie en het welzijn van kinderen verder te verbeteren. De country representative denkt aan ondersteuning op diverse gebieden. Minister Ory heeft graag ook een project op het gebied van burgerschap. Over ruim 4 maanden wordt een belangrijk onderwijscongres gehouden met alle belanghebbenden. Het ministerie van Openbare Werken is de afgelopen dagen bezig geweest met activiteiten die overtollig water in woonwijken beter moet afvoeren. In Menkendam zijn enkele PVC-buizen vervangen en is in de Kranenweg in Lelydorp opgeschoond. Verder heeft het departement zich ook ingezet voor het egaliseren van enkele wegen, waaronder de Toetlifo-Kanaalweg en de Toetlifo-Middenweg, als ook enkele wegen in het district Para.